Oh, Arctic Monkeys natuurlijk. Ja. Juist. Ja. Ja. Brainstorm in plaats van Brainstorm. Ja, ik, Arctic Monkeys, dat is mooi. Daar ben ik echt wel fan van ook. En mooi dat er ongeveer per dag een nieuwe hype uit Engeland komt. En is het niet The Few, dan is het weer een ander bandje. Maar de Arctic Monkeys is al 2 jaar lang een hype. En maken het constant waar. En het eerste album was heel goed. En het tweede is mogelijk nog beter. En dat vind ik echt knap van jonge gastjes. Die gewoon het flikken. En echt gewoon het echt flikken. Dat vind ik, ja, en dit vind ik dan eigenlijk nog een van de mindere nummers van het album. Ja. Ik vind het een te gekke band. Ik vind het heel goed. Maar ik vind heel veel heel goed. En waarom dan juist Arctic Monkeys? Dat is iets wat ik niet kan verklaren. Misschien jij wel. Nou ja, kijk, die Alex Turner, de zanger en liedjeschrijver, is gewoon een genie, vind ik tenminste. En met zo'n 19, 20 jaar, kijk, als je alleen puur naar de teksten luistert, het gaat gewoon ergens over. Hij heeft echt wat te melden. En ik wil hem niet de nieuwe Bukowski noemen, maar hij heeft het wel allemaal goed in de gaten. En weet het ook goed te verwoorden op papier. Plus dat het muzikaal in orde is. En ze zijn oorspronkelijk, eerlijk... Recht door zee. Ja, maar en ze laat zich niet. Ja, maar je zal ze nooit. Rita Verdonk van de. Inderdaad, ja. Ritse... Ja, inderdaad. We zijn Sensation. Met Keith Caputo, toch? Met Keith Caputo, ja. Zit wel verdomd goed in elkaar. Ja, dat is wel. Ja, ik word hier een beetje moe van. Ja? Is niet jouw muziek, hè? Nee. Vertel. Dat is mooi tussen ons, dat moet je even weten. Koen is dan meer, hoe zei ik het laatst? Ja, ik luister heel erg naar beats en hoe het is gemaakt en hoe het in elkaar zit. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ik bedoel, de rest ook, maar daar kan ik heel erg op kicken. Koen kan meer luisteren als producer, als muziekmaker. En ik ben totaal amuzikaal, dus ik luister meer als liefhebber dan als consument. En je wordt hier een beetje moe van? Ja, toch. Wat? Nou, omdat het... leg alle platen van With Temptation of The Lane of al dit soort gothic bands, hoe groot het ook is. En ja, maar dan kan je ook alle dansmuziek naast elkaar leggen. Ja, dat doe ik toch ook? Nee. Ja, nou ja, ik hoor het verschil niet. En het is niet slecht hoor, het zit goed in elkaar, maar ja, als je daarvoor moet hebben. Nee, nou, ik vind wel oké, maar niet meer dan dat. Het is als neuken met 8 condooms om. Veilig, maar we zijn wel een beetje lekker. Zomaar een plein. Zomaar een bar. Ik krijg hier echt pijn van op hele rare nare plekken in over mijn hele lichaam. Lijkpikkerij? Ik vind het wel, ja. Tuurlijk. Ja, ja. Maar goed, ik weet ook dat heel veel liefhebbers van Hazes vinden dit wel te gek, weet je. Dus het moet wel kunnen, maar ik vind het lijkpikkerij. Draaien jullie dit? Absoluut niet. Maar is de weduwe, Rochel Hazes, die gaat erover, toch of niet? Ja, maar dat ze dat dan toestaan... Hè? Die moet toch ook naar de maat schieten? Hallo, hallo. Money. Ja. Ik denk dat zij de grootste lijkenpikker is die erom komt. Ja, dat weet ik wel zeker. Zo. Maar ze zouden haar ook in 7 vuurpijlen naar de maan moeten schieten. Eerst kapot schieten en dan naar de maan. Ja, maar je moet laten die man lekker rusten, toch? Hij heeft een prachtige nalatenschap. Iedereen, elke Nederlander behoort de best of van André Hazes in huis te hebben. Als je in de kroeg zit, gooi hem af en toe eens aan. Zing en sta je lam, zeg maar, niks meer mee te blaren. Maar waarom moet het nou constant ververst worden? En, ja. En ik snap Joling ook niet, hoor. Ik snap Joling wel, want die man doet alles voor de publiciteit. En een liedje met André Hazes is natuurlijk fantastisch voor hem. Ja. Maar dit moet niet kunnen. Nee. Mika. Ja, ik ben bij zijn concert ook nog geweest. Een paar weken terug. Het was toevallig op de 11e van de 11e, maar echt, het was een carnaval. Ik vind het, ja, Lowlands was natuurlijk... Iedereen had het over het concert van Mika. En hij maakte dat dubbel en dwars ook weer goed. Dat vond ik dan in de Heineken Musical met confetti en met Demma. Muzikaal is het ook gewoon echt heel goed. Ja, wat maakt het zo? Ja, sowieso een hele... Ik heb een roddel gehoord. Het schijnt dat hij homoseksueel is. Nee. Ja. Dat hij homo is? Ja, dat heb ik gehoord hoor. Maar... Dat ziet er helemaal niet uit. Klinkt hij ook helemaal niet. Nee. Nou, misschien wel de nieuwe Freddie Mercury, denk ik. Zo. Dus ja. Nee, ik vind Mika, want Koen hoorde dat weer eerder dan ik natuurlijk. Ik zeg, moet je nou eens horen? Ik dacht, ja. Nee, die is gewoon op een kruk gaan zitten zonder plateautje. Nee. Dat dacht was, ik, hè? Was meteen, vond ik, wat gebeurt hier? Ja, godsnaam. En toen met Grace Kelly en toen deze. Maar hier mij ging het kwartje vallen. En hard ook. Maar het is echt, ja, het is natuurlijk keiharde rip-off van Cutting Crew. Maar hij weet het wel zo te combineren dat het weer oorspronkelijk Mika wordt. En dat is de kunst, denk ik. Yeah.
verdomd goed. Echt heel erg goed. Daar was ik dus ook bij de concert geweest. Ja. Daar vond ik weer geen flikker aan. Nou is dat van haar algemeen bekend, heeft dan ook weer niet zoveel te maken met het drank- en drugsgebruik. Maar ze maakt totaal geen contact met het publiek. Ook staat daar maar een beetje in hetzelfde ding te doen. Kan je net zo goed een cd'tje opzetten, denk ik dan. Ja, maar het is te, je ziet, het is een beetje aapjes kijken eigenlijk, een concert van Amy Winehouse nu. Het is gewoon kijken naar een beest dat doodgaat of iemand die een ongeluk heeft gehad. En iedereen gaat er met zijn kop boven hangen. Dat is een beetje nu op dit moment en dat is gewoon sneu. Ze veroorzaakt van een kijkersfile. Toch? Mooi. Mooi? Mm-hmm. Ja! Hij maakt natuurlijk altijd die covers. Hij had op een gegeven moment die Tom Jones, She's a Lady, had hij en vonden wij echt slechte plaat. We hadden hem wel gebeld in de uitzending en een beetje voor lul gezet en die plaat weer afgezet. En daar was hij echt oprecht boos over. Belde ook ons op na de uitzending. Wat zei jij? Er komt bloed uit mijn oren, stop maar met die plaat. Ja, en toen hebben we een plaat uitgezet. Jeroen boos, bellen, moet ik naar boven komen? We waren geen vrienden op dat moment. Totdat Sander deze plaat hoorde. En ik zat Korenslag notabene te kijken. Dronken bij op de bank. En toen kwam dit nummer voorbij. En toen dacht ik, jezus. Toen dacht ik, eerst zei Jeroen van de Boom lachen. En ik denk, dan doet hij weer die koffer. En toen kwam dit nummer. Ja, en het spreekt voor zich. Na een halve keer luisteren kan je het al een beetje meezingen. Maar het is goed nummer. Want het heeft ook op 1 gestaan in België. 2 weken. 2 weken, daar ben ik heel blij mee. Want wij komen niet van het K3 af. Laat je België dan met Jeroen van de Boom hebben. Een week daarna stond Frans Bauer opeen. In België? Ja. Ach, die arme Belgen. Ja. Ja, nou, hè? Gaan we het over goede muziek hebben? En de Sicari. Super. Ik heb het geluid. In ons onderdeel Praatje Plaatje. En toen is hij een paar keer gewonnen hiermee. Ja, het kan eigenlijk, het is net misschien even te apart en te hard voor de middagradio. Nee, het is niet net te apart. Het kan gewoon niet. Ja, maar goed, Chop Suey van hoe heet het nou? System of a Down is ook toch wel een hit geworden. Hè? Dat kent nu ook iedereen. Ja. En dat is niet raar. Dit gaat echt van links naar rechts. Dit is rock en dance. En dit is gewoon een rock opera in 3,5 minuten. Ja. Ja, dit... Ik zie meteen weer die beelden natuurlijk van Sirius Quest, glazen huis, Sander en Giel en Gerard in het huis. En het hele neude dat sprong bij de finale. En daarna is 3FM natuurlijk heel veel gaan draaien. Ja, het begint natuurlijk met 30, 40 seconden alleen maar tunnenen. Ja, en voor het wisten gingen mensen dat gewoon meeblaren en meespringen. Het is ook een ideaal feestnummer om te springen. Het begin is eigenlijk het hele nummer. En toen, na 2 dagen ging het zo zijn eigen leven leiden dat hij om de seconde werd aangevraagd. En ja, dat was wel grappig, want als ze hem draaiden, ja, dan zag je echt weer het hele plein, alle mensen voor de deur. Zag je gewoon springen en meebladden. Ik vond dit een schrijfplaat. Dat is Britney, toch? Ja. Maar dat album, ja, ik zit verdomd goed in elkaar. Maar ik vraag me dan wel meteen af welke rol zij speelt. Ik bedoel, het is natuurlijk vet geproduceerd, maar niet door haarzelf. Het is allemaal bliepjes en pingeltjes en heel veel productiegedoe. Waardoor het in mijn ogen gewoon een grote eenhaansworst wordt. Ik denk dat dit de laatste stuiptrekking van Britney Spears is, hoor. Ja, vind je het ook zo zielig voor Britney? Nee, al helemaal niet voor Britney. Nee. Lekker aan de eigen haren opknopen. Nee, ik heb wel een beetje medelijden met. Ach, kom op. Ja. Ja, omdat het, nou, gewoon, het is volgens mij een heel lief, schattig meisje dat helemaal zo ontzettend de weg kwijt is. En daar vind ik gewoon een beetje zielig voor. Zou je wel willen trouwen? Ja, jawel hoor. Als je me belt, ga ik wel even naar de toe. Ja. Vind je het lekker dan? Of mooi? Maar ik vind het niet heel... Ja, ze ziet er nou niet... Maar maakt niet uit. Ik zou er wel willen helpen. Ik ben natuurlijk een beetje die rust. Kan ik er misschien wel wat advies geven. Ik denk als ik een maandje met Britney op zou trekken, dat het een stuk beter met zou gaan. En wat zou er gebeuren als jij een maandje met Britney... Dan ligt ze met een bebloed kontje ergens in de... In de langs de 28. Hij kwam terecht in een systeem waar hij weinig van snapte. Kreeg alleen kramers van de taart waar hij weinig had hapte. Omdat hij lachte werd zijn goed uitgebruikt en zwak. Hoorde voor de eerst. Hij zag niet in dat hij werd behandeld als verdacht. Ja. Hij kreeg last van zijn rug van zijn... Nou, of ik heb één keer wel... Ja, een keertje met de plug. Weinig indruk gemaakt, denk ik. Ik vind het niet onaardig hoor, wat hij doet. Maar... Ja, god, er zijn er al zoveel, ja. Ja, dat is waar. Ik ben een beetje de tel kwijt met alle nederhoppers. Ja. Overkill. Ja. Nou, of het moet echt goed zijn en dat dan... Ja, het is niet origineel of zo wat ik hier hoor. En misschien zeg ik niet, omdat hij een van de eerste was, weet ik veel die... Maar ja, doe dan iets origineels. Doe dan even wat anders of zo. Nou,
Het was heel erg 3FM. Dat is het zeker nog, maar het heeft wel een enorme overstap ook naar Radio 2 gemaakt, vind ik. Nou, het is heel erg middle of the road natuurlijk. Ja, ik word toch altijd wel vrolijk van. Ik vond die eerste twee platen was helemaal geweldig. En toen kakte het een beetje in. Toen werd het te veel rockopera en toeters en bellen en Beatles en de buren. En nu, nu over nachtmuziek vind ik dan toch echt wel weer goed eigenlijk. Het is, omdat het dus op die vorige twee lijkt. Ja, dat klinkt zo weeg, maar het zijn van die leuke jongens, dus je gunt ze ook het allemaal. Nou, onder echte muziekliefhebbers, die kotsen dit uit. Terwijl het grote publiek gewoon Acta de Munnik nog steeds op handen draagt. Plus het gaat wel heel veel over seizoenen en over de maandag en de woensdag en de vrijdag in de zomer. Ja. Ja. Maar toch, gelijk als André Hazes, is hier weer een hele grote groep, nu dertigers denk ik, mee opgegroeid. Ja. Die het regent zonnestralen met een bier in de hand tijdens een piekuur in een kroeg ergens. Het lijkt wel op Acta qua tekst. Bijna wel. Ja. Ik kan er een liedje van maken. Ja. Ik sta met een bier in een kroeg, ergens in Dodewaard. Editors. Toch? Ja. Ja, dat is briljant. Het kwartje viel bij mij op Lowlands. Toen dacht ik, holy shit. Ja, wat is hier briljant aan? Dat is een goeie. Ik vind het live echt verschrikkelijk goed. En het is gewoon, ik zeg jij het maar, wat is briljant. Nou ja, laten we dan even 2 minuten wachten tot het koor aan het einde komt. Ja, dat geeft nog even, sowieso een fantastisch goed nummer. Maar het koor toen ik dat hoorde, dacht ik, nou is het nummer echt helemaal compleet met de strik erom. En helemaal, niks aan doen. Voor naar achter. She work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she find herself, she bout the dough, she doing a thing. Ik denk dat hier iets negatiefs. Het is absoluut niet mijn ding, maar ik luister dan weer van hoe vet het allemaal klinkt en hoe, en dan zit je toch weer mee te doen. Nee, ik vind het prachtig joh. Dan trek ik al mijn kleren uit thuis, dan steek ik mijn duim in mijn kont en dan ga ik met mijn blanke kontje heen en weer bewegen. Zo mooi als ik het vind. Met de gordijnen open ook hoor. Ik ben het met Sander eens dat het meer een eenheidsworst wordt. Maar ja, de Timberlands die springen er toch met kop en schouders bovenuit. En dat vind ik echt heel goed. Timberland vind ik echt geweldig. Ja! Chantel! Ik ga even poepen. Dit is toch briljant. Komt ie. Ja, nee, ik vind. Mag je uit? Ja, ik vind dat heel leuk. Ik vind dat het weer totaal iets anders, iets onverwachts ook. En ja, dat vind ik wel leuk. Ik vind het goed. En jij niet? Nee, maar weet je, daar kan ik niks aan doen hoor. Ik vind het wel op zich, wat Koen altijd zegt, het is wel goed namelijk. Maar ik word hier gewoon heel nerveus van. Dat trekzakje er doorheen. En ja, ik kan er niks aan doen. Hetzelfde met klassieke muziek. Vivaldi en zo word ik ook echt heel. Ik word er gewoon nerveus van. Ja, dat is ook heel duidelijk. Die zangeres, hè? Ja, lekker blijven. Goedemond zo. Ja, dat doen wij heel graag. Eigenlijk zeggen we alleen maar nare dingen over Tokyo Hotel. Omdat we dan de fanclub over ons heen krijgen. En het is aandoenlijk om al die lieve jongens en meisjes, met name meisjes, die inderdaad nog wel een lesje Nederlands kunnen gebruiken. Dit is een ongelooflijk gemarketeerd groepje wat bij elkaar is gezet. En als jij haar dan even die kant op doet. En ja, weet je, het is voor die kids allemaal prachtig, maar ik vind dat dan te bedacht. Ja, mee eens. Ja, want ik vond Sliders wel weer grappig. Dat was alweer 2 jaar geleden, denk ik, anderhalf jaar geleden. Ja. Dacht ik, toen waren ze echt 14, 15. Dat vond ik het wel stoer. Toen hoorde je was later inderdaad dat het gewoon allemaal in scène is gezet en achter de schermen is bedacht door de Henk Jan Smits van Duitsland. Overigens niet te verwarren met Adolf Hitler. Maar dan vind ik het weer zo zonde. Dan zit er weer niks van hunzelf bij. Ja, misschien een beetje. Ja, maar die fanclub, heb je die op het dak gehad? Ja, kijk, wij zeggen dan heel graag dat de zangeres van Tokyo Hotel zo leuk is.
En dan moeten we dood. Ja, en dan hoe durf je iets naar te zeggen over onze bil en hartjes en dingen. Ja. En dat is heel schattig. Daar blijft het bij of zijn ze wel eens komen marcheren in de studio? Nee, want ik denk dat ze dan nog net onze studio op het Mediapark niet weten te vinden. Maar ik nodig ze bij deze van harte uit om met een spandoek een keertje langs te komen. Ja. Laten we ze wel buiten staan. Gooien we af en toe een snoepje door het raam. Dan blijven ze denk ik de hele middag. En voor alle fans, we hebben een gipsen afgietsel van de penis van Bill. Ja, 3 centimeter. Maar niet te verwarren met zo'n schoolkrijtje snoepje. Maar, dan moeten ze wel weten dat wij bij daglicht radio maken. De fanclub. Ja. Dus dat ze misschien smelten dan. In de zon. Hallo, Bear Force One. Ja. Ik vind het is toch de grap van, ja, dan is er eentje die kan zingen en de andere 3 is gewoon opvulling, gelijk de Donny Dots. Nou ja, vooral dat ze zichzelf totaal niet serieus nemen en totaal niet in de maat kunnen dansen en totaal niet kunnen zingen, los van die ene dan. Dus ja, iedereen met een beetje gezond verstand en humor vindt dat dan gewoon weer grappig en geestig. Ik denk niet dat de mensen dit zullen kopen omdat ze goede smaak hebben. Of omdat ze het echt zo leuk vinden. Nee, het is meer een gimmick en dat duurt nog 2 singles, want ze hebben nu een kerstsingle uit. En dan is het helemaal klaar. Tuurlijk, ja. Maar ze hebben natuurlijk alle homo's meteen mee. Homo's? Die vinden dat... Ja, ze zijn nogal van de... Nee, toch? Ja, joh. Oh, sorry. Echt? Ja. Nee, toch? Plus dat natuurlijk heel veel aandacht en publiciteit krijgt in de media. En dan krijg je de rest ook nog mee, ja. Zou je zeggen dat Gerrit Joling ook nog homo's? Maar het is de kutmuziek, hè, Berghuis. Ja. Maar wel grappig, kutmuziek. En met al die homo-haters is dat ook nog weer goed. Het schijnt dat ze een duet gaan doen met Bill. In Bill. Ja, en dan dacht ik, Arcade Fire. Ja. Ik heb ze nog gezien ook. Ik vond het fantastisch. Ja. Dit zeg je niet eens. Nee, niet eens 3. Waarom niet dat? Ja, omdat kijk, dat is wel eens de pest met radio. Dat je gewoon, je bent zo met singles aan bezig. Dat ik dan eens vergeten. Ja, er liggen echt zo. Je krijgt natuurlijk alles. Ja. En dat is echt fantastisch. Maar je zet dan toch heel vaak ook weer je favoriet aan en dit aan. En ja. Arcade Fire is echt, echt heel goed. En dat optreden kan ik me nog heel goed herinneren. Ik vond het echt heel, heel goed. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik het allemaal heel lang niet meer heb gehoord. Nee, dat precies. Ik heb het zelfs dan... uitgeleend aan alle 2. Ja, daar ga je dan, hè. Uitgeleend aan een vriend. Die zei, ja, die heb 2 albums van Arcade Fire. Ja, deze en de vorige. En die had het gezien op Lowlands. Ik kon er niet bij zijn. En zei, ik zei, ja, dus ik heb 4 maanden niet gehoord. Maar nu ik het hoor, denk ik, oh ja, ik moet het toch even terugvragen. Ik hoor het voor het eerst, hè? Ja, denk het wel, ja. Ach. Ja, die moet je downloaden, hè? Ik ben geen Radiohead fan. Nee, ja, ik vind het... Ik krijg zin om een touw te pakken en om mijn nek heen te flikkeren. En ik weet dat... Ja, een hoop mensen het helemaal niet met me eens zijn. Maar ik heb het gewoon niet zo op. Ja, kan. Ja, ik vind het wel mooi. Want ik dacht in het begin van, mijn god, wat is dit? Lijkt wel een beetje grime-achtig zelfs. Maar op de een of andere manier wordt het heel sferisch en ga je er toch in mee. Of ik tenminste wel. Alleen ik heb ze nog nooit live gezien. Mijn neef is een grote fan. En die was toch ook al, die is toen naar Engeland geweest over het concert. En die was zelfs een beetje teleurgesteld. Die zei, ze gingen alleen maar nieuwe nummers spelen en het werd te veel geëxperimenteerd. Dan moeten ze echt, ja. Ze willen natuurlijk constant de fans vernieuwen en verrassen en schiften. Maar ze moeten echt oppassen dat ze de vooraan niet te veel laten afvallen wat er achteraan bij komt. Ik heb verdenk ze stiekem toch nog van dat dit gewoon natuurlijk de beste marketingtruc ooit is. Van je download hem maar en mag zelf bepalen wat je ervoor geeft. En echte fans zullen natuurlijk het volle pond betalen of misschien iets minder. Dus daar hoeven ze zich al geen zorgen om te maken. Sowieso om het hele geld niet. Ze maken ook een soort van middelvinger naar de platenmaatschappijen die dan toch over singlekeuzes en zo, die zich altijd misschien wel te veel met zo'n band, in dit geval artistiek verantwoord, gaan bemoeien. En het is ook een soort van middelvinger naar alle downloaders. Het is de ideale marketing. Want elke krant, elk televisieprogramma heeft het opgepikt om te zeggen, een nieuw radio album kan je dus downloaden. Dus de beste reclame die er is. Het snijdt aan heel veel kanten, dit mes. En je hebt de Smartlap van de Coole Sanne Show gemist. Ik lag mijn tranen weg. Ja, jammer hoor.